Vandaag ga ik verstoppertje spelen in deze mega grote school. Alleen is het niet zomaar verstoppertje. Ja, we zijn dus super klein. Dit is het moment dat jij op dat duimpje omhoog klikt en abonneert op mijn kanaal. Want anders komt de pestkop jou straks opsluiten in een heel klein kluisje. Alright jongens, daar staan we dan in de school. Ik als leraar ga nu mijn twee leerlingen ophalen die hun eerste schooldagje gaan hebben. En ik ben benieuwd of ze een beetje spanning hebben. Welkom jongens, kleine studenten. Hebben jullie zin in jullie eerste schooldag? Ja! Ja? Ik ben verlegen. Je bent een beetje spannend. Nou, jongens, weet je, jullie zijn de enige twee leerlingen die vandaag naar school komen. Ik weet het, de school is uitstervende. De studenten hier in de omgeving zijn allemaal opgegroeid. Die zijn net ook de laatste twee. Dus kom binnen, kom binnen. Voel je niet verlegen. Mag ik vragen hoe ze zijn uitgestorven? Nou, dat zeg ik. De leerlingen zijn zeg maar gewoon opgegroeid. En niemand neemt meer kinderen tegenwoordig. Want wie wil er nou kinderen, weet je? Dus nee, maar dat heeft niks te maken met de gezondheid van de school? Nee, de school gaat prima. Nee, de school is gezond. Ja, maar het zijn ook wel rare kinderen tegenwoordig. Kom binnen, kom binnen. Ik heb nog één vraagje, meneer. Nou? Hoe kan de school open zijn met twee leerlingen? Dat ga ik jullie zo uitleggen. Blijf even daar staan. Kijk, ik ga de receptie naar binnen. Goeiedag. Kunnen jullie even anders hier opstaan? Want jullie zijn wel heel klein, inderdaad. Hey, omdat het jullie eerste schooldag is, wilde ik een welkomstdag doen. Oh. En het leek mij leuk om een leuke activiteit te doen om elkaar een beetje te leren kennen. Vooral dat jullie elkaar kunnen leren kennen. Dus ik dacht, als jullie je nou eens gaan verstoppen, ga ik jullie zoeken. Oké. En de eerste die ik heb gevonden, die mag daarna gaan zoeken, oké? Die mag daarna de grote leraarschoenen aantrekken en die mag daar gaan zoeken. Ja, meneer, hebben we ook tekenles? Nee, jullie krijgen vandaag geen les. Eigenlijk is dit gewoon alleen een verstopt. We zijn vrij! Nee, terugkomen! Oké, jongens, jullie mogen verstoppen en ik zie jullie wanneer ik jullie gevonden heb. Oké, dag. Oké, doei. Hey. Rick, Justin, ik heb een hele goede plek gemaakt. Ja, ik heb ook echt een hele goede plek. Alleen, ik weet niet hoe ik dan moet komen. Ja, ik moet dus naar het theater. Ja, ik ook. Gaan we allemaal naar het theater. Volgens mij is dat hier. Nee, volgens mij de hele andere kant. Kom. Hé, toch? Ja, wat toch? Of niet? Okay, wacht, ik kom eraan. Ja, hier. Oh ja, ik zie je. Ja, hier is het theater. Eraan. Waar heb jij je verstopplek, Rick? Oké, ik heb dus twee plekken gemaakt. Maar... Oh? Kijk, waar ben jij? Hier, achter je. Oké, ik zal jou de eerste laten zien. Mijn eerste zit hier zo. En hier zo. Dan hier zo, kijk. En dan achter dit plantje. Ja. Maar ik heb denk ik een betere, die niet gaat verwachten. Oh, we moeten nog wat kleiner zijn. Oh ja, dat gaan we even snel fixen. Oké, we zijn inmiddels weer wat kleiner geworden. Hé, Rick, jij bent Oké, maar kijk hè. Ja. Hier ook, denk je van, nou, dit plantje, denk je, wat moet je ermee? Ja. Maar als mijn calculaties goed zijn... Oh, kijk, kun je hierop springen? Kun je hierop springen? En dan zit ik hier. Wow, dat is een goeie, Rick. Die is goed, hè? Ja, Rick, als jij dus naar... dat ik hier ga zitten. Ja, als jij daarna blijft, want dan Max komt eerst hier langs, ziet hij jou. Ja, dat is een goeie. Dan ga ik hier zitten. Mag ik even weten waar jij gaat zitten? Nee, ga ik niet zeggen. Ja, ik wil het zien. Zit jij hierin? Waar zit jij, Justino? Achter het podium. Hey, Rick. Oh, jij zit daar. Je zit achter. Oh, oké. Nee, dan ik snel nu naar mijn plek. U mag... Meneer. Ik hoor dat ik mag. Nee, dat mag niet. Jazeker. Jullie studentjes hebben een plekje gevonden. Hebben jullie een beetje de school gelijk leren kennen? Ik ga ook de deur opsluiten, jullie komen hier nooit meer weg. Maar dat maakt niet uit. Ik wist De school een beetje leren kennen? Zeker. Oké, dat is goed om te horen. Ik ben al langs dat het tekenlokaal geweest. Oh, je hebt wel toch een tekenlokaal gevonden? Ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga jullie lekker zoeken en vinden. Wat dachten jullie daarvan? Nou, vinden niet, maar zoeken mag. Zoeken mag altijd. Vinden vind ik toch wel heftig eigenlijk. Ja, wat vinden jullie van mijn school? Heb ik helemaal zelf gebouwd. Hebben niet ooit kijkers gedaan. Helemaal zelf? Helemaal in mijn eentje heb ik die gebouwd. Het is niet alsof kijkers die ooit een andere video gebouwd hebben. Nee, precies. Nee, dat had ik ook nooit gedacht om eerlijk te zijn. Zou kijkers zou nooit goed genoeg zijn om dit te bouwen. Mevrouw, bent u directeur ook of dat niet? Alleen in het weekend. Oké, je hebt een ticket alleen. Ja. Ah, leuk. Hebben jullie zijn jullie al super klein geworden? Dat jullie jezelf nog even... Ja, zeker. De kamer ook achter. Ja? Max, wil je misschien van de focusdrinkautomaat afblijven? Vind ik niet zo fijn. Oh, jij zag mij hier dus. Ja, ik... Nee, niet erachter kijken. Nee. Zie je mij legit of zie je mij door zo'n stomme manier? Dat wil ik even weten. Een stomme manier. Hey, focus. Ja, maar gelukkig zijn we niet stom. Nou, laat ik even dan maar kijken hier in de mediatheek. Of ik hier een van jullie vind. Die zijn heel mediatheek. Die... Denk jij dat je ons in de mediatheek gaat vinden? Nee, trouwens, klopt. Nee, dat klopt. Niet. Nou, oké. Die gaat er ook een boek economie. In. Misschien nee, ook niet. Nee, nee houden jullie niet van economie? Nee, joh. Nee. Verschrikkelijk. Rekenen, toepen, geld en... Ja, oké, dat snap ik. Wie houdt er nou van economie? Ja. Alles gaat toch ten onder, dus. Precies. Ja, het is echt een drama. Het is echt niet normaal.
Drama! Ja. Jullie zitten in het dramalokaal. Ik snap de hint. Ik heb de hint begrepen. Deuren gaan dicht. Deuren gaan op slot. Als ik één deur hoor bewegen, is het klaar. Max, ja. die laptop daar, hè, zie je die? Ja. Zie je dat... mijn YouTube-kanaal. Zie je dat rode knopje? Oh, wie zit hier op deze laptop? Wie is er niet geabonneerd op mijn kanaal? Jongens, als jij nu deze video pauzeert en je gaat naar dit kanaal, je gaat zo kijken en je ziet dat dat knopje nog rood is, dan klopt er iets niet. Dan moet jij nu abonneren. Het is helemaal gratis. Gewoon doen. Dan gaan we even naar die 300.000 abonnees. Kom op, hé. Pauzeer de video en abonneer en dan weer verder kijken. Jullie zijn dus hier ergens. Dat beweren jullie. Nee. Nee. Echt niet? Nee. Wil je niet naar beneden gaan? Dat vind ik niet fijn. Ik was al beneden geweest. Nee, dat was je niet. Oh, je zit daar wel! Ik kom er alleen niet bij! Oh mijn god, wie is dat? Wie van de twee is dat? Hebben ze ook pauze? Of hoe zit dat? Jesse, daar kom ik toch nooit bij! Ik kan je ook lachen, hè? Ja, ik heb je! Kom maar, student! Okay, jij bent de eerste die bent voor meekomen. Jij gaat naar het straflokaal. Hier naar binnen en blijven. Oké, meneer. Nee, oh, je bent hier! Daar ben ik omgesprongen! Nee. Oh mijn god, dat meen je. Hoe ben je? Ik ben weg. Ja! Ik heb je! Nee! Je kleine stinkstudent, hierheen. Oké, wat vonden jullie van de introductiedag? Dat is nog lang niet voorbij. Je hebt tegen ons gelogen. Ja, ik wil heel graag naar tekenles. Ik kon leren tekenen, want ik vind giraffen echt fantastisch. Vooral die groene kleuren altijd in hun nek. Toen gingen we drama doen en toen was Rick en toen werd ik een beetje verdrietig. Anders krijg je de lineaal op je vingers. Jij gaat zoeken. Jij gaat zoeken. Oké, ik heb jullie gevonden. Rick is hem. Laten we doorgaan naar de volgende ronde. Oké, vandaag gaan we dus Engels leren. Fred is terug. Wat ben je aan het doen? Hey, jullie hier ook. Jullie kijken momenteel deze video ook. Dus abonneer nog even en geef even een duimpje. Geen duimpje, maar een duimpje omhoog. En laat even achter waar we de volgende keer moeten gaan verstoppen. En dan ga ik ondertussen verder kijken met Baldus en ik moet nog abonneren. Dus doe jij dat ook maar even. Ja. Hey, kom opletten, we gaan weer verder. Jongens, welkom bij jullie examen. Jullie gaan zo meteen een examen maken in het examenlokaal, daar verderop. Als goed is hebben jullie... Ik wist niet dat we een examen hadden. Sorry, dus ik wil jullie mogen zo meteen... Ga eerst maar eventjes ik ga wel gaan even chef doen. Nee, jullie mogen zo meteen eerst nog even in de kantine even wat lekkers halen om tijdens examen bij je te hebben. Ja. Dus ik loop er vast heen en dan mogen jullie... Maar misschien wil ik daar wel verstoppen. Verstoppen, we hebben examen mee. Maar dat maakt niet uit, zie jullie zo. Nee, okay. Waar ga je heen? Je moet helemaal niet daar tellen, je moet in het hokje hier tellen. Meneer, meester, je moet in de receptie wachten. Ja, u moet onze naam nog opschrijven op de computer. Sorry, ben ik helemaal vergeten. Dat we aanwezig zijn. Maar meneer, bent u al geabonneerd? Want ik zie dat die laptop daar ook een rood abonneerknopje heeft. Als jij een goed cijfer haalt op je examen, dan abonneer ik. Ja. Oh, dan abonneer je. Oké, dan ga ik. Ik moet een goed cijfer halen. Oké, laten we een plekje zoeken, Rick. Laten we een goed verstopplekje zoeken. Kijk, weet je wat het is? Ja, dit is... Ja, ik ga er eens in. Ga er eens in. Ja, maar dan kom ik niet meer eruit. Ja, daarom. Jij probeert mij te treppen hier. Waar ga je heen? Ja, Gadverdamme, Rick. Je rent zo de vrouwenkleedkamer. Oh, shit. Oké. Wat doe je nou? Ja, dat ging per ongeluk. Hier, vieze Rick. Vies mannetje. Oh, hier is wel een goede plek. Hierachter. Kijk. Ja, Ja, ga je daar zitten of niet? Nee, ik zie je wel. Je ziet hem. Ja, dat klopt. Hier, ik ben een van de kaarsen. Gaat hij nooit zien. Het is gewoon hier. Nee, dat heeft hij denk ik niet door. Zo, zou hij dit door hebben? Kan je er ook niet via de onderkant zo? Of kun je ook niet achter een kist? Oh ja, ik heb een goede plek, denk ik. Hier kan ik zitten. Ik heb een plekje. Max, we kunnen hier ook met z'n tweeën zitten. Dit is wel een goede plek. Ja, oké, dan ga ik hier zitten. Nou, dit is misschien ook weer niet een goed plekje. Dat gaat hij misschien te snel zien. Ja, dit gaat hij heel snel zien waar ik nu zit. Ja, ik kan ook bij economie komen en dit is wel echt een goede plek, denk ik. Ik ga het risico nemen. Ja, ga je het risico nemen? Oké, dan ga ik hier bij economie zitten. Ja, jongens. Waar zijn jullie? We zijn in de examenlokaal. Examenlokaal? Ja, we wachten op jou tot we gaan beginnen met het examen. Ik heb goed geleerd. Was dat hier ergens? Ja. Eens even kijken. Ik heb goed geleerd voor het examen. Ik zit te wachten. Zie je ons niet? Nee. Niet. Oh, miscommunicatie? Jullie weten niet wat lokaal is. Ja, ik ben het lokaal kwijt. Just. Dat was degene met dat podium, toch? Daar moesten we zijn. Ja. Nee, oké. Okay. Nee, dan zit ik wel goed. Wel? Ja, nee, dan zit ik goed. Er lopen muizen in het lokaal. Muizen? Ja. Zijn wij het niet?
Het is niks hoor. Meneer. Nee. Ja. Nee, kun je niet even weggaan? Ja, is goed. Ja, loop maar even weg inderdaad. Nee, gewoon even het lokaal uit. Kan je dat even doen? Ja. Ja, ik zie dat je er nog zit. Even het lokaal uit nou. Even, gewoon even weg, hè? Ja, ik ben weg. Ja, gewoon even weg. Nee, oké, dat is goed. Blijf je ook weg, of dat ja, niet? Ja, ja, ja. Nee, super. Nee, top. Oké, dan ren ik nu naar buiten, ja. Joep. Oké. Hey Justin, kom maar anders even zoeken. Dat is misschien leuk, weet je, als je dat tijdens verstoppertje doet. Gewoon even zoeken. Ja, ik heb iemand gevonden. Waar? Ja, in het economielokaal, maar hij zit... Hij is me gepeerd. Hij is me gepeerd. Ik zat achter de deur verstopt en hij kon naar binnen lopen en ik peer hem vol weg. Hahaha, dat vind ik niet grappig hoor. Oh. Ik kan er niet onder kijken. Is ook helemaal niet nodig, want ik zit er helemaal niet. Kom hier, muis. Muis. Nee! Ja! Tactiek, Rick, je bent zo. Er helemaal bij. Ben je gevonden? Ja, zo. Kom maar mee. Die was slim hoor, Justin. Ja, weet ik. Ik zag jou alleen naar links lopen, maar ik was te laat. Oh, erin? Nee. Oké. Okay. Er niet meer uit. Maar wat zo irritant van die stoelen is, als je eronder zit en je vlucht, dan zie je nooit. Dat klopt. Dat klopt. Oh, is dak? Dat is oh, briljant, dak is het hint. Dat klopt. Dak? Oh, dat klopt. Ik zit op een dak. Ja. Zit je hier? Ja, in de focusing machine. Ik zie niet meer. Maar ik zie wel. Je liep echt net onder me door. Ja, hallo. Ja, nee! Het was wel een goede plek, hè? Jij ging nooit boven je kijken, boven je hoofd. Nee, hoe kom je daar? Ja, kijk, het was een hele goede. Ik ging zo, en toen ging ik zo, en dan... Hoppa! Alleen kleine mensen kunnen hier komen. Laten we doorgaan naar de volgende ronde. Jongens, welkom op jullie vrijdagmiddagprogramma. Oh, jullie mogen natuurlijk altijd wat kiezen, wat jullie graag willen doen. En jullie hebben natuurlijk voor het leukste onderdeel gekozen. Oh jee, wat gaan we doen? YouTuber worden. Hier hebben jullie allebei een boekje. Oh! Ja. En ik ga jullie zo meteen lesgeven, maar ik wil eerst even dat jullie het materiaal even doorlezen. Ja, ik heb boven een studiekamer voor jullie gereserveerd. Dat mogen jullie even doorlezen. En dan kom ik zo meteen naar jullie toe. Dus als jullie daar even blijven, dan zie ik jullie zo meteen. Hoe word je een goede YouTuber? Ik, goede YouTuber. Kan je even stil lezen? Alsjeblieft, en in de studiekamer. Kom, boven de kamer is geopend, dus we kunnen naar boven, zeg je? Okay. Ja, zeker. Ja, succes jongens. Top. Tot zo. Dankjewel. Doei, leraar. Weet jij waar de studiekamer is? Nee. Opslag, Nederlands. Studiekamer. Oh, hier kunnen we even leren. Wil je wel even stil te leren, alsjeblieft? Kan ik niet. Oké. Okay. Als het nog steeds niet is gelukt, doe je iets fout of ben je gewoon een noem? Dan ben je klein. Waar is je rest van je lichaam? Heb je door dat je alleen een hoofdje... Gast, dit is een goede plek voor mij. Ik kan zo kijken zoals dit. Zoals dit. Wacht, dan moet je niet links zijn. De muis. Ben je de muis van de computer? Wacht, gast. Kan dat niet? Zo, kijk dit. Ben ik zichtbaar nu op het moment? Het enige wat ik zie is een geel bolletje. Maar steek ik uit of valt het mee? Ja, onderaan zie je het. Oh, maar dat zie je niet goed, dat zie je niet goed. Nee, maar fuck, skip die dan. Nee, die ik heb goed, namelijk, ik goed, heb een hele leuke gemaakt net. Kijk, ik mocht er net mijn stopplekken maken. Maar kijk, mijn verstopplek die ik achter heb gelaten. Ik ga het boek verder ook gewoon weg, want ik wil geen YouTuber worden. Wie wil nou YouTuber worden? Ja. Hoe heet het? Kijk, ik had hier in de teamafdeling, heet het zo? Dat weet ik niet. Kijk. Had ik hierachter, had ik het... Oh, het sneeuw is gesmolten. Ik had sneeuw geplaatst en dan kon je zo. En dan kon je hier, dan was je weer in deze ruimte. En nu moet je de trap nemen, nu gaat hij je doorhebben. Geef hem aan. Maar dat wordt hem dus niet. Zou ik gewoon bij... Dan ga jij er zitten, ik wil weten hoeveel je uitsteekt. Kijk, ja, op zich valt het mee inderdaad. Maar het is ook... Nee, dan moet je naar beneden kijken. Ja, dat doe ik toch. Oh, ja, maar je steekt best wel veel uit. Nee, dat ga ik niet doen, dat ga ik niet doen. Ah, joh. Ja, dat ga ik niet doen. Dan ga je dit doen? Ja. Dat gaat hij sowieso zien. Gast, weet je hoe duidelijk je te zien bent? Nee, als je daar niet op let, dan zie je jij bent echt net een muis inderdaad. Ja, dat bedoel ik. Het hoort erbij. Gast, weet je wat je ook kan doen? Ga eens in de laptop zitten. Kijk. En een beetje bij het randje. Kijk, doe ik hem voor je dicht. Zo, achter de laptop. Oh, ja, gast, je moet achter de laptop. Verder, en dan shiften. Nu ben je niet te zien. Nu ben je niet in beeld. Gast, wat goed, ouwe. Dat kan ik zo doen. Hallo. Gast, daar moet je zitten, oké? Okay? Dat is zo'n goede plek. Oké, dan ga ik even zoeken. Oh mijn god, ik weet dat hier achter deze painting zit volgens mij. Ja. Oh mijn god, en dan moet je een soort shiftend in. Je kom je ook niet normaal in omdat de trap door zit. Ik kan er zelfs eentje dicht doen, dan komt hij er helemaal niet meer. Maar zo moet hij er shiftend doorheen, dus gaat hij nooit komen. Oké, ik heb er één. Hallo.
Hoi! Hey! We hebben het zojuist doorgenomen. Ja. En we willen toch heel graag Twitch-streamer worden. Twitch? Ja. Ja. Hoezo? Dus we hebben... Oh, ik zie ook mijn... Het boekje ligt in de prullenbak. Ja, klopt. Ik heb hem weggegooid. Ja. Ik wil helemaal geen YouTuber worden. Nee. YouTuber worden lijkt echt als een nachtmerrie. Als ik ooit mijn leven zo zou moeten benutten dat ik YouTuber zou zijn. Verschrikkelijk. Ik zit veel liever op school gewoon, zoals nu. Ja, precies. Ja. Maar jullie zijn nog wel in de studiekamer, of? Ja. Hey, Justin. Nee! Dat heb je echt al gevonden, Justin? Ja, hij doet eerst een stinklaptop open. Ik kom de studiekamer in. Ik ging even alles controleren. Ik wist niet eens dat je die laptop open en dicht kon doen. Ik heb zo iets goeds nu. Oh, wat is dit grappig. Gast, ik hoop dat jij, dat mijn POV hetzelfde is als die voor jou zo, Rick. Dat je me net zo erg kan zien. Maar je gaat me nooit vinden. Nee. Je gaat me never nooit vinden. Nee. Ik hoef niet eens moeite te doen. Ja, maar hallo. Ik kom gewoon een kamer inlopen. Eerst doe ik een laptop naar beneden. En daarna kom ik een andere kamer inlopen en zie ik een hoofd uitsteken. Je gaat me niet vinden. Of je gaat het niet vinden. Ik ben al ontsnapt. Dus ik heb een secret. Nee, ik zat vast in die trapdoors. Help. Waar? Justin! Nee, rennen! Help! Ik ben ontsnapt. Ik zit hier niet direct. Jongens. Waarom gaat alles zo makkelijk vandaag? Ik snap het echt niet. Rick, Justin help me. Leid hem af. Meneer, ik heb in mijn broek gepoept. Alsjeblieft, wilt u even kijken als het schoon is? Nee, ik wil niet kijken. Ik wil niet kijken. Voelen. Nee, ik ga niet voelen. Gadverdamme. Ga maar terug weer naar jezelf. Oké, we gaan even... Oh, hij is weg. Waar ben ik nou heen? Ik ga hem nooit vinden. Nee, de derde keer is scheepsrecht. Nu ga je me echt niet vinden. A few moments later. Oké, ik zit ook niet meer boven. Inmiddels. Ik zit ook niet meer boven. Waarom nou niet? Ik heb boven nog helemaal niks gezien. Ja, ik ben boven. Ik zit inmiddels gewoon niet meer boven. Je zit weer beneden. Ik zit weer beneden. Zit jij bij die stinkremmen? Hey, Ricky! Hallo, Knul. Ik mis het! Ik had gewoon zo'n vol gevoel. Hij heeft X-ray. Jussie, jij deelt je stream nog op Discord. Nee, ik kijk niet mee. Ik kijk dat je het niet mee. Ja. Ik bescherm je. Kom dan, hè? Bescherm me, Justin. Kom dan. Bescherm me, Justin. Au! Justin, je leidt me. Ja! Oh, ik kon hier gewoon ontsnappen. Ik kon beter hier zitten. Oh, mijn god. Nu kon je daar gewoon weg. Nee, maar... Oh. Ik ben gepakt. Oké, Rick, ja. Dan mag jij weer veranderen in student en dan ga ik jullie cijfers uitdelen. Alright, jongens. Ik was nog heel even de laatste paar seconden van mijn favoriete YouTuber kijken. Ja, ik ben ook nog niet geabonneerd, zo te zien, maar dat moet iedereen wel eventjes doen. Maar heb ik alle video's al geliked? Ik ben vraag maar, hebben jullie alle video's al geliked? Ik heb geen laptop. Ik ga het nu jij even doen. Jij bent je spullen weer, jij bent je huiswerk weer vergeten, zeker, hè? Sorry, meneer. Ja, nee, dat gaat van je cijfer af. En jij? Hey, jij laptop dicht. Ja, ik ben aan het liken. Oh, je was aan het liken. Ja, ik heb geliked. Oh, doe maar even liken. Doe maar even ook abonneren. Abonneren. Meneer, ik heb een vraag. Gelukt? Ja, zeker. Wat is je vraag? Ik heb wel mijn gymkleren in mijn hockey. We komen hier om YouTuber te worden. Niet om... dit is YouTube groep. Dat is trouwens vergeten te zeggen. Jij bent geslaagd, Rick. Zo te zien. Jij is gelijk gewoon net. Je hebt je laptop mee. Ja. Je zou alleen nooit een goede YouTuber worden. Maar blijf proberen. Hoezo niet? En jij bent best wel cool eigenlijk. Dus zullen wij samen wat doen na school of zo? Dit vind ik vreemd. Hoezo? Ik had gewoon lekker chillen. Dan sta je een beetje trash talk over jou of zo. Bij de fietsen chillen. Ja, bij de fietsen kunnen we chillen. Ja, bij de fietsen. Kom, dan gaan we. Rick, je krijgt trouwens een 1. Let's go, Justin. Nou, jongens, vonden jullie het een leuke dag zo? Ik hou jullie even vast bij jullie haren of zo. Ja. Nog steeds dat ik geen giraf mag tekenen met deze. Dat maakt dat volgende keer. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken, abonneren en reageer even wat jouw favoriete verstoppertje video was tot nu toe op dit kanaal. Was het nou de school? Was het nou het voetbalveld? Was het nou gevangenis, politiebureau? Laat het even weten. En dan nu... Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige verstoppertje deel. Dit is in het voetbal arena stadion WK. Hele goede video. Zeker een aanrader om even te kijken. En dan nu, spreek je later. Ga eens vanuit de TV. Tot de volgende keer. Yeah!